Welkom bij de volgende expertsessie, geheten de innovatiewaan van de dag. Kort gezegd gaat deze sessie over de grote paradox van onderhoud. Enerzijds dat het hoogst noodzakelijk is, anderzijds dat die doorgaans wordt verwaarloosd. Het is onderdeel van een drieluik, zometeen daar veel meer over. We hebben twee internationale sprekers, professor Lee Vinsel en professor Howard L. Russell. Zij nemen ons mee in die paradox, maar ze worden vakkundig bijgestaan door moderator Marinde Hall en Tjeerd Roosendaal van Rijkswaterstaat. Welkom, mijn naam is Marinde Hall en namens Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam en Jonge Geesten heet ik je van harte welkom. We zijn heel blij dat je er bent. Zoals net werd gezegd, dit is een drieluik. In december zijn we gestart met professor Mariana Mazzucato over de ondernemende staat. Vandaag zijn we er over de innovatiewaan van de dag. En in april bij Innovation Expo gaan we verder, maar ook weer met Mariana. En zal zij haar nieuwe boek Mission Economics een boost geven. Een moonshot geven zelfs. Zoals mijn collega net zei, de grote paradox van onderhoud is dat het hoogst noodzakelijk is en tegelijkertijd vaak wordt verwaarloosd. Tjeerd, eens? Kort antwoord. Zeker. Zeker, oké. Okay. Nou, daar komen we straks verder. We gaan er straks verder over praten. Dit schrijven onze twee gastsprekers van vandaag, Lee Vinsel en Andrew Russell. En zij hebben dit boek geschreven en dit boek heet The Innovation Delusion. How our obsession with the new has disrupted the work that matters most. Nou, dit boek is heel hoopvol, hoopgevend en het is een mooi pleidooi voor onderhoud. En dit boek staat ook centraal in onze bijeenkomsten van vandaag. Vanmiddag word je meegenomen door Lee en Andrew. En ik mag Andy zeggen, ik heb hem vorige week nog even gesproken. Dus Lee en Andy zijn straks online voor ons. En je krijgt twee cases te horen en je bent ook van harte uitgenodigd om vragen te stellen, opmerkingen te geven. Ik krijg ze hier op mijn scherm. Af en toe druk ik op refresh en dan krijg ik vragen door. We kunnen niet alles doen, maar we doen ons best. Veel chat willen we hebben. Het liefste, want mijn vragen zijn niet echt heel relevant. Het gaat om jullie. Jullie vragen, de mensen hier aan tafel, jullie zijn belangrijk. Voordat we daarmee starten, gaan we naar Zoom en dan gaan we naar Jean-Luc Beguin. En Jean-Luc is Chief Procurement Officer bij Rijkswaterstaat en hoofdingenieur grote projecten en onderhoud. En daar ben je. Hi Jean-Luc, we hebben elkaar vaker gesproken en nu voor het eerst ik in Ahoy en jij bent thuis, neem ik aan. Ja, dat klopt. Leuk. Jean-Luc, waarom doet Rijkswaterstaat nou eigenlijk mee aan het digitale infratech 2021? Kun je vertellen? Ja, we hebben natuurlijk een heleboel heel belangrijke maatschappelijke opgaven te realiseren. Op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van informatievoorziening en zeker op het gebied van onderhoud. En om dat te kunnen doen, dat kan je niet alleen doen als opdrachtgever. Dat doe je gewoon samen met de markt. En infratech is altijd een hele mooie moment, een mooi evenement om over die nou te praten, maar ook om elkaar te ontmoeten. Ja, helaas, dat is geen nieuws. We hebben allemaal te maken met COVID. En ik vond het heel belangrijk, die veroudering van infrastructuur, die maatschappelijke thema's, ja, die stoppen niet, die gaan gewoon door. En ik vond het ontzettend belangrijk om dat infratech door zou gaan, wel op een digitale manier, op een veilige manier. Maar we hebben geen tijd te verliezen. En ik vind het heel fijn vandaag dat wij op deze wijze over dit onderwerp kunnen praten, maar ook een goede frisse blik krijgen van onze gastspreker in het bijzonder over de relatie tussen innovatie en onderhoud. Mm-hmm. En het thema van Infratech is Move Forward. Hoe zie jij Move Forward nou in de opgave van Rijkswaterstaat, Jean-Luc? Nou, Move Forward is ik zou kunnen zeggen dat een van onze belangrijkste ontwikkelingen is het transitietraject, is de transitie naar een vitale sector. Dat je zou ook kunnen doorvertalen als move forward. Hè. Tegenwoordig moet je vooruit denken. De dynamiek is zo groot geworden dat je niet kan reactief acteren, maar je moet proactief acteren. En dat hebben wij, dat doen we zeker in relatie met de markt. En we hebben een rapport laten opstellen door McKinsey.
Maar de essentie daarvan is dat kijken naar de toekomst en die uitdaging die wij hebben, dat er drie elementen cruciaal zijn. De kennis en de expertise die je moet hebben in de toekomst. Mm-hmm. En vooral ook de trots terugkrijgen die je eigenlijk zou moeten hebben in deze sector. Ik denk dat we, zeker als je de kranten leest, wordt het veel te veel over de negatieve aspect gesproken, maar er gebeurt gewoon heel veel moois. En de trots moet ook terugkomen. Mm. Maar er moet duidelijk kennis en expertise ontwikkeld worden. Mm. Verder ontwikkeld worden. Het tweede is dat wij willen graag een financieel gezonde macht hebben. Dat is nodig om die doel te realiseren. En daar hoort een verlaging van de risico's en ook het samenspreken over de risico's is gewoon cruciaal. Op een moment voordat je eigenlijk een prijs bepaalt. Als we het gaan over de belangrijkste risico's. En het derde is dat we ook ruimte creëren voor innovatie. Als je ziet, onder andere bij vervanging, renovatie en onderhoud, is het belangrijk dat je de kans geeft via portfolio management en performance management. Je moet de ruimte geven aan de markt om innovatie toe te passen, om juist op een andere manier die maatschappelijk doel te realiseren. Dus heel belangrijk om om mee te doen, ook vandaag, en om proactief mee te nemen hoe je ermee om te gaan. Mm. Je had het over trots. Rijkswaterstaat is gastheer van deze Infratech, Move Forward. Wat maakt jou nou trots op dat gastheerschap? Nou, ik ben trots dat ik samen met andere gastheren en andere organisatoren om toch te laten zien dat wij doorgaan in deze best moeilijke tijden. Nou, als je televisie aandoet, dan hoor je alleen maar slecht nieuws. En ik denk dat we toch met de sector ontzettend goed bezig zijn om te zorgen dat de doelen gerealiseerd worden, maar ook B, dat die hele sector aan het weg blijft. Wat eigenlijk de economische crisis wat kleiner zou maken. Dus ik ben trots om al die mensen die toch, ondanks de moeilijke tijden, heel veel energie en inspiratie steken in het zorgen dat in dit geval het onderhoud een stap verder komt. Mm. Daar ben ik trots op. En tot slot, wat verwacht je nou van vanmiddag? Vanmiddag is eigenlijk leren, want leren over projecten heen is steeds belangrijker. En ik verwacht vanmiddag sowieso heel veel inspiratie te krijgen van de verschillende verhalen. Mm-hmm. En in het bijzonder, hoe kan je toch de productie, de werkelijke problematiek en die innovatie zo goed aan elkaar te koppelen? Mm. Want het is gewoon nodig. En ik ben benieuwd wat zo meteen verteld gaat worden. Mooi. Nou, Jean-Luc, jij schakelt zo meteen over naar de gewone luisteraar. De gewone luisteraar, hè? Ja. En als je nog vragen of opmerkingen hebt, geef een gil. Dan zie ik het straks hier. Is goed. Dankjewel. Tjeerd, ook jij bent hoofdingenieur-directeur. Maar dan van programma's, projecten en onderhoud bij Rijkswaterstaat. Ja. Nou, laat het vandaag over onderhoud gaan. Dus heel fijn dat jij er bent. Ja. Over Move Forward, hè, dat vroeg ik net ook aan Jean-Luc. Hoe zie jij dat nou in die beheer- en onderhoudopgave van Rijkswaterstaat? Nou, kijk, ik mag hier natuurlijk even pleiten voor een eigen parochie. Hè? Dat mag. Ja. En dan zeg ik van, dan is die daar nog veel harder nodig, die Move Forward, dan elders. Er ligt natuurlijk een enorme opgave buiten. Niet alleen bij Rijkswaterstaat, ook bij de provincies, bij de gemeentes. En als je dat bij elkaar opgeteld hebt, is dat enorm. Wat we daar aan assets hebben die aan het einde van hun levensduur zitten. Die, en heb je het ook gezien, wat vreselijke dingen er kunnen gebeuren. Dat ook, en gelukkig. Ja. Afkloppen altijd. Ja. Dat in Nederland heel beperkt is, omdat we zo goed ons werk doen. Ja. Maar toch vraagt die opgave enorm veel van ons. Van ons als Rijkswaterstaat, van de markt. En volgens mij beseffen we ons gelukkig dat meer dan ooit. Maar oplossingen ervoor, die hebben we nog, die zijn nog, daar kunnen we nog wel heel veel van gebruiken. Mm. Ja. En jij hebt het boek ook gelezen, hadden we het net over. Ja. The Innovation Delusion. En daar staat, het gaat ook over de balans tussen onderhoud, innovatie. Hoe kan dat jou helpen? Hoe kan innovatie nou helpen met beheer en onderhoud? Hoe zie jij dat? Ja, dat is best een abstracte vraag. Nou, allereerst ben ik heel blij dat het boek er is, wat in feite bevestigt dat, zeg maar even, het vakgebied wat mijn collega's en de markt die achter mijn werk zit, dat eigenlijk veel meer aandacht nodig heeft. Dat zou misschien al de eerste innovatie zijn, de echte innovatie die we nodig hebben. Dus dit is een eerste move forward, eerste kleine stap. Absoluut.
Goed, even meer inhoudelijke. Straks gaan we ook de casuïstiek in. Een daarvan is van Rijkswaterstaat. En dan zie je ook al dat we daar ook al in beweging zijn. Om even zo'n move forward te illustreren. He, dan zie je al dat we bijvoorbeeld op de Brienenoordbrug eigenlijk veel sneller andere beslissingen nemen dan dat we ooit hebben genomen. Je kan het radicalere beslissingen noemen. Dat is dan in dit project van toepassing. Maar misschien moet je wel in andere projecten wel een heel ander type van beslissingen nemen. Om eigenlijk ook die hele vervanging- en renovatieopgave goed te doorstaan met elkaar. Spannend. En dat is spannend. Dus je diversiteit aan oplossingen moet toenemen. Ik denk ook dat je daar een andere mindset voor nodig hebt in het werk. En het is natuurlijk heel fijn als die mindset die in dat werk nodig is, ook door de politiek, ook door onze marktpartijen, et cetera, allemaal worden omarmd vanuit hun, ze noemen het maar even, vakmanschap. Mm. En daar hebben we echt nog wel wat werk, is echt nog wel werk aan de winkel. Leuk. Ja. Nou, mooie taak. Zoals ik al zei, Lee Vinson en Andrew Russell zijn achter de schermen aanwezig. I'll switch to English, because they are English. They speak American. English. They are American. I'm very sorry. Can I invite you to introduce them? Are you going to do that in Dutch or are you going to do that in English? I'm going to do that in English. Thank you. Although I'm not a native English speaking person, but I'll do my best. Yes, it is. Well, first of all, as an introduction, it is my belief that we need a more maintenance and repair mindset in the Netherlands. Our awareness that the care of our existing and future assets should rise. Otherwise, the huge task I just described and challenge to keep our country safe and sound, our infrastructure safe and sound, will turn into a struggle, an ongoing struggle instead of a challenge, which it can be. Mm-hmm. But why and how is maintenance for the majority of the people so non-sexy? Mm. And how can we change the mindset around maintenance and repair? Well, we are in luck today because we have in our middle two American scientists. And they are the authors of this book, The Innovation Delusion. You already showed it to the camera. And they for sure will help us out, I'm sure of that, or lead us in the good, in the right direction. And who are they? Well, a warm welcome to Lee Vinson and Andrew Russell. I have to say Andrew and not Andy. Who is Lee and who are is Andrew? Lee Vinson is professor in the Department of Science, Technology and Society at the Virginia Tech. And Andrew Russell is a professor of history and dean at Sunny Polytechnic Institute. Welcome. Thanks for having us. It's really great to be here. And thank you also working with our English-speaking selves. So Andy and I are going to talk to you about the ideas in our book and also ideas that we've been working with in our interdisciplinary global research network that we call the Maintainers. And we've been doing this for about 6 years now. Here's our contact info for those of you who are interested. And usually when we talk about the ideas in the book and the Maintainers, we like to tell a story about how this all started, I guess, about 6 years ago. And that is, it literally started as a joke. So Andy and I had grown tired of kind of hype around innovation speak, as we call it, in higher education. We both work in universities. And we had been kind of playing with ways of critiquing that for a while. And then we saw a new opportunity when this book came out, Walter Isaacson's book, The Innovators, How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution. We thought there were a number of things wrong with this book, but most centrally that it kind of focused on the shiny and the new, and it was missing all of these aspects of technology, which is often old and creaking and requires care, that we thought was really important. So Andy proposed in an email to me and a friend that we should create a counter volume called The Maintainers,
how bureaucrats, standards engineers, and introverts created technologies that kind of work most of the time. And that was just something fun. I started playing with it on Twitter and on blog posts, but then it kind of just took off. It went kind of like lightly viral and took on a life of its own. So then two things happened as a follow-up. We held our first maintainers conference in 2016. And the same day the conference started, our essay, Hail the Maintainers, came out. And the conference was basically a bunch of history nerds and other kinds of social science nerds talking about technology and maintenance. But even though that was true, it kind of even went more viral and took on a whole new life. And it got picked up by The Atlantic and Le Monde and Guardian, and some Dutch publications wrote about it. We got invited to do an op-ed for the New York Times, and there was an episode of Freakonomics Radio, and then eventually it led to this book. And part of the reason I like to tell the story of the joke is that on the first part, we didn't really plan to get into this life. We're kind of like living out just kind of something we fell into, though it's become a totally fascinating area of inquiry for us. But also, I think that, you know, the joke does work for other people, that when they hear about Andy's joke and the ideas in this book, it kind of resonates with them and their lives and the lives of their loved ones in many ways. And so that's what we like to explore. And so today we're going to kind of go through three sections. I'm going to talk about the puzzle of innovation speak, and I'll tell you more about what innovation speak means in a minute. And then Andy's going to handle the next two sections on how the innovation delusion suffocates maintenance and maintainers, and adopting what we call the maintenance mindset. So, first of all, when we talk about the rise of innovation speak, we really like to make a distinction between what we call actual innovation or real innovation versus innovation speak. So actual innovation is the process of introducing new things or business practices or energy resources. It can be a lot of different things. You know, the kind of thinker for us on these issues is the economist Joseph Schumpeter. So innovation can take many forms, new products, services, new methods of production. He had his five ways that innovation can play out. Innovation is greater than, but also different than, inventions. So inventions are ideas that can just sit on a shelf. Innovation is the process of actually diffusing ideas out into society. And innovation is a driver of change. Famously, Schumpeter talked about the gale of creative destruction, that change and innovation can actually undermine existing industries and ways of doing things. Now we contrast this with innovation speak, which is a kind of sales pitch of buzzwords, and Andy likes the word gibberish, which I think is right, that has developed in the last 50 years. So innovation, the process of introducing new technologies is old. You know, we can talk about the Industrial Revolution and things like that, but innovation speak is really less than 50 years old, or about 50 years old, and really big innovation speak is even newer. Often innovation speak is cast in a language of fear. So it's fear of being disrupted. It's fear of international competition, that the United States is going to be left behind by China, or the Dutch are going to be left behind by whoever, or that, you know, our children are not going to be able to find jobs unless we put them in coding camp or whatever. If we want a thinker who's associated with innovation speak, we can think of the late business school thinker Clayton Christensen, who came up with the notion of disruptive innovation. And disruptive innovation was just creative destruction, Schumpeter's idea. It was a new process or business model or technology that would upend established ways of doing things. If you were worried about this, you could hire Christensen's consultancy, which was known as InnoSight.
And InnoSight could come like put like innovation goggles on you. And you could, you know, he would show you where innovation lay or show you how you were going to be disrupted. Now, the problem is that when social scientists went back and reexamined Christensen's data, only about 9% of the cases he said were cases of disruptive innovation actually fit his own definition. So while these ideas were really hot for a long time in the business world, they aren't actually true. So, you know, when we tell the story of how innovation speak has become so dominant in societies around the world, I would say it's, you know, it's not just the US, it's not just Europe. You see it in China, you see it in, you know, India and Australia and so many other places of the world, in Africa. We really have to tell a story of a radical transformation in how a word was judged. So in the church-dominated Middle Ages, innovation was heresy, that it was introducing new religious ideas that could get you burned alive or otherwise killed. So in 1548, the King of England issued a proclamation against those that doeth innovate. So then, you know, if it used to be a value that was despised and could get you killed, the question is, well, how did it get so radically reappraised in value? And I think that, you know, for us, the story is really about the Industrial Revolution, how new technologies like the railroad and telephones, telegraphs, eventually automobiles, aviation, all these things diffuse into society and really change quality of life. This is a very famous American painting that shows Manifest Destiny. And as you can see on the right-hand side of the painting, there's a bunch of new technologies, including trains, telegraph, and in the distance, the Brooklyn Bridge. And you can see that these people are basically chasing Native Americans into darkness because they don't have the technology. By the mid-19th century, authors like Samuel Smiles were writing books celebrating the lives of engineers and inventors as really changing the quality of life. And, you know, by the late 19th and early 20th century, you have kind of cults of invention around people like Edison, Alexander Graham Bell, and the like. Yet the rise in the use of the word innovation itself is a post-World War II phenomenon. It doesn't happen until after World War II. This is a Google Ngram. It's a freely available tool on the internet that you can use to look at word usage over time. It uses Google Books to look at this. And what it's showing you is that the use of the word innovation arises basically after World War II, with the steepest periods in the 60s and 90s. Now, this is an older Ngram that only goes to 2008. You can now run Ngrams to like 2018 or 2019, right up to the present. And if you look at it, use of the word innovation just keeps going up and up and up. And the question is, why did this happen? And there's lots of reasons to look at this, but one of them is that economists basically hypothesized in the late 50s and early 60s that technological change, or technological innovation as it came to be known as, was creating economic growth. And so they're like, well, how do we get more of this, basically? And so the term technological innovation took off at about that time. Then something that kind of reinforced this move was that in the late 70s, books about silicon, or in the late 70s, the term innovation policy takes off in the US and in Europe. And there, it's really the government's goal to create technological change in new industries. That's how you're going to create growth. So it really becomes a focus of government. And at about the same time that innovation policy is taking off, you start to see the first books about Silicon Valley being written. And those books are really self-help books for regional planners, mayors, and other city, you know, type people, state level people too, to copy Silicon Valley and try to create Silicon Valley all over the world eventually, in India and China. And, you know, even when I gave a talk in Australia,
the opposition party was talking about Kangaroo Valley. So this is became a model that everyone's supposed to copy all over the world. And we can go on, but basically since the 1990s, there's been this kind of self-reinforcing circle of discourse and speak, often focused on Silicon Valley, that has a whole kind of jargon around it of what we call innovation speak. So we can talk about disruption. It used to be big data. Now it's AI, agile, lean. I mean, there's just a whole soup of terms, thought leaders. We could go on. Now, Andy's really going to get in a second about the big costs of this kind of over-focus on innovation, but I just want to focus on a couple, 2 points. First of all, innovation speak is not necessarily getting us more innovation, okay? So we know, you know, here's the top 10 rules of entrepreneurship from Reid Hoffman, the founder of LinkedIn. And if you look at his top 10 rules, rule number one is look for disruptive change. Well, there's no evidence that actually more disruption has been happening in the last couple decades, nor is there any evidence that you can strategically look for disruption and that leads to more disruption. So there's just bad thinking in a lot of these places. The bigger question, though, and here we're drawing on the work of people like Robert Gordon and other economists, there's a really convincing argument to my mind that innovation has been either plateaued since about 1970 or actually slowed down. And we don't see a lot of innovation in many spaces. When we talk about innovation today, it's always about, you know, our cell phones, basically, and the internet. But lots of areas of human life are not experiencing innovation, and yet we're hearing more and more innovation speak. So there's a difference between actual innovation and innovation speak, and innovation speak is not necessarily getting us more innovation. Couple other thoughts is that, you know, I think if you look at reporting on Silicon Valley, this is not a place we should emulate, this craze of treating Silicon Valley like the thing we all need to be doing. It's a very unequal place. There's a housing crisis there. Homelessness is a real problem, and it's very hard to live there. So there's a lots of problems in Silicon Valley, including racism and sexism. You can go on. It's not a place to emulate necessarily. And, you know, the final thought before I hand it over to Andy is that we've come to treat innovation as an end in itself, as a value in itself, like it just means goodness or something. But we know that's not true. And the reason we know this is not true is because according to very strict economic definitions of innovation, including Schumpeter's, this is crack cocaine. It is, according to Schumpeterian models of innovation, clearly a major innovation in the 80s and 90s. It disrupted other products like powder cocaine, blow. Lots of people wanted it. They would do almost anything they could to get their hands on it. There's a lot of risky entrepreneurship around it called drug dealing. It is innovation in strict definitions, innovator. This is a problem in our culture that we've come to treat innovation as an end in itself. And just so that we're not making crack cocaine jokes, but we can also say that, you know, it's not just about crack. Fortune magazine named Enron one of the most innovative companies in America in 6 years in a row. And then it came out that it was all, you know, a giant fraud. There's also innovation that's not good for society, actually. Now, Andy's, I'm going to hand it off to him. He's going to talk more about how innovation speak comes to talk as a, and act as a kind of distraction. And go ahead, Andy, you can take over. I'll stop sharing. Thank you, Lee. Whoops, let me just get this going. Good. Okay, so the place to pick up is the core premise of our book, which is the innovation delusion is a mistaken notion that innovation cures all of our problems. As Lee's demonstrated, this isn't necessarily the case, and it certainly turns out to cause tremendous amounts of damage when applied universally. So what I'm going to talk about is some aspects of the book where we go into examples where this innovation delusion suffocates maintenance and maintainers.
Now, before I go too further, I should tell everyone what our working definition of maintenance is. It's the preservation of existing order. It's a very simple definition. Lee, I think, likes to talk about it, and I agree, as the fight against entropy, as a never-ending battle against entropy. So there's aligned concepts and practices such as repair, which is the restoration of working order. If you do maintenance well, you don't need to do repair. There's also care. Care and maintenance are often two sides of the same coin. It's difficult to maintain something meaningfully without caring for it. And the application is usually in some kind of infrastructure, some kind of system. So in the book, we talk about maintenance at three scales, at the level of infrastructure, embodied here by the painter, the famous picture at the Eiffel Tower, at the level of organizations or the meso level. Here are the images of a maintenance technician. And of course, at the individual level, pictured here with medical workers, obviously during COVID-19. One of the big problems is short-term thinking. That's one of the big problems that suffocates maintainers. Now, short-term thinking is something that we all do. People argue that it has evolutionary roots, that it's a basic ingredient for our survival. There's also significant incentives for individuals and organizations and societies to take care of short-term needs as opposed to thinking about what happens 20 or 50 years down the line. So we could go through that exercise on three scales. If we're talking about our own diets or decisions that we make in our organizations about deferred maintenance, or society certainly going into debt or not paying attention to potentially catastrophic issues like climate change. So this, on all three of those scales, is a real recipe for disaster. Let me give you some examples. The first comes from American infrastructure, where you might be familiar with the American Society for Civil Engineers infrastructure report card that they do annually. In 2017, and usually America's infrastructure gets a D+. Those of you in higher education will know that D+ is just a polite way of saying you failed. And this is true across all elements of American infrastructure, averaged between education, transportation, electric power and light, bridges, as you see in the image, and on and on and on. It's a very useful report card and a very depressing look at the priorities that have led to the deteriorating state of American infrastructure. Fortunately, we have thinkers and leaders, people like Chuck Marone, who leads the group Strong Towns, who has pointed out that this is not sustainable. And he uses the concept of the growth Ponzi scheme, that billion or trillion dollars of spending from the federal government has the negative effect of creating liabilities that communities can't afford. So the funding is up front to build the bridge or to build the highways, but 5 or 10 or 20 years later, when it comes time to maintain it, that funding doesn't help, and the communities can't sustain it themselves. We see a similar dynamic in industry, where even General Electric, a venerable American company and global company, in 2016 tried to rebrand itself as a 124-year-old software startup. The problem was basic jealousy with the titans of Silicon Valley attracting so much investment, and GE feeling like its steady but relatively small margins weren't doing enough to make it profitable. But their attempt to fail fast itself failed. They tried to instill a kind of fail fast Silicon Valley culture within General Electric, and it just didn't fit. So going all in on innovation didn't work out very well for General Electric. Another type of organization where we've seen this play out time and again is universities. This is on the University of Pennsylvania's campus, or just off it, the Pennovation Center. Innovation speak also leads to a lot of bad puns and kind of silly phrasing, which is another probably less serious problem with it. The more serious issue on college campuses is that when millions of dollars are devoted to innovation centers and things to make that side of their corporate and business clientele happy,
There is a corresponding neglect of the core enterprises of a university. And this is part of my daily experience as a dean of a college of arts and sciences. I wish I could get the kind of money for writing and math and physics that that universities tend to spend on innovation centers and pie in the sky fantasies. In other organizations, we see this play out as well, and this bridges between the organization and individuals. So in software, the best measures that we have is that software companies or large organizations in general spend between 60 and 80% of human time and budget on maintenance. A very small sliver that you see goes to design and the important work also of implementation and testing, but the majority goes to maintenance. So what does this mean for individuals? It means that the people who do maintenance and care work get the short end of the stick. And so this has been very vividly demonstrated during COVID here in the United States, certainly in San Francisco, in New York, in Texas. It's people of color and it's women of color and it's immigrants who are frequently discriminated against in American society, who are overwhelmingly and predominantly at risk because they are the ones who maintain the essential functions of society, whether it's healthcare or groceries or education, package delivery, things like that. Okay, so that's the bad news. Let's get to the maintenance mindset and how this maintenance mindset can help overcome the problems that the innovation delusion has created. Now, when we talk about the maintenance mindset, we talk about three basic ideas. The first is that maintenance sustains success. The second is that maintenance depends on culture and management. And the third is that maintenance requires constant care. And I'm going to talk about each of these ideas, and especially in the context of the three scales that we brought up before, the societal, the organizational, and the individual. So first, maintenance sustains success. This is intuitive. The old saying is an ounce of prevention is worth a pound of care. In an industry, people who work on maintenance and facilities management will tell you stories like this day after day after day. We've heard dozens of stories like this since working on this book where something like a $5,000 maintenance contract will prevent a $350,000 replacement cost on things like pumps or chillers that when they go down, there's a loss of productivity and emergency costs are much steeper than an ordinary maintenance contract. The places that do this really well, that understand that maintenance sustains success and they need to invest in it, are known as high reliability organizations. And here's a few examples, including a couple of the titans of the digital industries and a couple of the most disruptive companies. Amazon Web Services and Netflix, they compete on uptime. They need to make sure their networks are constantly working or else the customers complain. You know, if AWS goes down for an hour, if the video on Netflix jitters, they really hear about it. It's a reputation on the line. It's the same at the societal level with the Air Force or really anyone in the aeronautics space. And of course, in medicine, in the medical enterprise, the medical industry, there's a real need for high reliability, and it's not just in surgery, it's not just in the purity of drugs or clean rooms, it's also in the pumps, in the chillers, and the data services that make these massive health organizations run and allow them to achieve such good outcomes. Second is that maintenance depends on culture and management. Now, when Lee and I talk to professionals in maintenance and reliability, and we were excited to learn about all kinds of professional organizations, such as the Society for Maintenance and Reliability Professionals, they come back to a couple things repeatedly. And one of them is this saying that I've put up here, the soft stuff is the hard stuff. And when they say that, they mean that it's pretty easy and it's well known how often to apply grease to certain joints or how often to replace certain parts. The technical aspects of maintenance and reliability are not too difficult.
What's difficult is getting the entire organization to buy into the mission and getting everyone from the executive suite to finance to the rank and file in the field to be on the same page. So it's really a matter of management. One company that's met this challenge really well that we talk about in the book is a software company called Fiix in Canada. And their founder told us sustainability and maintenance, in our minds, they're the same word. They really think about Fiix as a sustainability company. In fact, they sell computerized maintenance management software. They sell the software that helps companies and organizations keep track of things. But when they frame their mission in terms of sustainability and in meeting the challenge of climate change, they found a lot better buy-in from their employees. They found recruiting a lot easier, and they are consistently now named in the list of top places to work in Canada. So it's connecting to a deeper issue with maintenance. As Lee said, you know, these concepts aren't just standalone values. They connect to something deeper. The third aspect of the maintenance mindset is that maintenance requires constant care. There's a range of ways that organizations and professionals can apply principles of constant care to maintenance. It starts with basic knowledge of assets. Books like this one that I've got here by Ricky Smith and Keith Mobley about rules of thumb for maintenance and reliability engineers have appendices of checklists, very simple things, and points to grease and parts to change on regular intervals. And that is a protocols for constant care that's very important in industrial settings. Now, I mentioned Fiix before. In the process of writing the book, we met and learned about other companies that are in the maintenance management industry. And they take different approaches, and some of them are creative and even innovative. It really marries some ideas of innovative software with the application towards maintenance. Augury uses artificial intelligence for predictive maintenance, which is kind of the next wave historically in maintenance work. Upkeep is a mobile-first maintenance company, and 60Hertz is founded in Alaska, and it's an offline-first maintenance company. So it's not assuming always on connectivity. So it's these kinds of approaches and these kinds of companies that illustrate that there's maintenance also means renewal. It doesn't just mean keeping everything the same forever. So how do we apply these principles to the three levels that I mentioned of societies and organizations and individuals? Well, in the United States, it's the fix-it-first mentality that's illustrated on this slide that Lee and I feel, in terms of policy, is the wisest path forward. So, you know, trillions and trillions of dollars, like I said before, on building new things will just create liabilities for future generations. So there's a lot of things broken, and there's a lot of valuable work and investment that goes into fixing things first. We're so excited to be here to talk about the Maas Tunnel and Dutch attitudes towards these things, because for Americans, the Dutch tradition in the maintenance mindset is something to look up to. So, you know, it concerns me at the outset that someone said, well, you know, we're not so good at this, we need work. But at the same time, I think that's exactly the attitude that you need to say that even if we are good at it, it still needs work. We can always improve more. In the United States, to move from the level of the society to the level of organizations, during the COVID pandemic, we saw one example of the cost of poor maintenance, which was at the beginning of the pandemic, and there was a severe crunch in supply for ventilators. The United States government had them on hand, but they didn't work because they were in storage. Finally, at the level of individuals, again, during the pandemic, it has been wonderful to see the outpouring of support for essential workers. What our society and what all societies need to do now is to compensate them, to provide paid leave, to support them with sick leave. The health care situation, at least in the United States, needs a lot of work. So it's not just about saying thank you. It's about providing actual material support for them. And of course, you know, a final link with the individuals at the individual scale is the connections between maintenance and repair.
And there's a couple of great new books out about repair and repair cafes, and it's part of a culture. And that's really a big message that we want you to take away. So this is the information for the group that Lee and I founded and run now with Jessica Meyerson. We're called The Maintainers. You can connect with us at themaintainers.org. And one reason why we wanted to end here is that it's not really, it would put a quick shelf life on our book if we said, here's the five policy actions that you should follow right now. You know, that's a genre of book that's very time specific. We think these problems are more enduring and require deeper conversation and collaboration across professions, across national borders, across generations, in all different kinds of ways. And so we hope you can join us. If you go to the Maintainers website, you can join the mailing list or you can write to Lee and I. We've got all kinds of initiatives that we could use some energy and support. So we'd be really excited to connect with you there. Here's our contact information. I mentioned the website. That's the end of the presentation. Thank you very much. Lee and Andrew, thank you so much. I'll give you an applause from all of us. Great. You guys are going to stay online, so we'll join a discussion later on. Before we go to Rotterdam, en I'll schakel even over naar Nederlands nu, hebben we een muzikale onderbreking van ongeveer 5 minuten. Ik wil even aankondigen Rangel Siljaev. En Rangel is opgeleid, uitvoerig opgeleid, is 20 jaar uitvoerig opgeleid op allerlei conservatoria, allerlei mooie opleidingen, masterclasses, internationaal, nationaal. Zit nog op het conservatorium in Den Haag, klopt dat Rangel? Yes. En ondanks zijn jonge leeftijd is zijn prijzenkast hartstikke gevuld. Daar kun je echt heel trots op zijn, over trots gesproken. Super cool. En in theaterzalen, concertzalen, tv-programma's in Nederland en andere Europese landen heb jij succes geboekt. Rangel heeft een behoorlijke carrière al opgebouwd in het schrijven van muziek, zowel filmmuziek als popmuziek. Beste mensen, mag ik een luid applaus vanuit jullie thuis voor Rangel Siljaev. Okay. Thank you.
Dankjewel, Rangel. Ik zeg Rangel, want zo spreek je naam goed uit. Hè? Het is niet te rangel, Rangel. Heel goed. Hartelijk dank. Rangel komt weer terug later. We hebben een fantastische presentatie gehoord van Lee en Andrew. Andy. En nou ja, wij hebben hier met belangstelling natuurlijk ook naar geluisterd. Tjeerd, we hebben in de pauze natuurlijk ook wat dingen besproken. Gefluisterd tussendoor. Hoe hoop jij nou dit toe te passen binnen Rijkswaterstaat? Ja. Even. Zeg ja, even. Even. Ja. Nou, ik ben allereerst ben ik ongelooflijk blij dat het boeken ligt. Ik heb de presentatie gehoord, ik heb het boek mogen lezen. Echt een aanbeveling voor iedereen die denkt, hier zit meer achter. Dat boek dat is nog zoveel meer uitgebreider dan de presentatie. En waar ik heel blij mee ben, en ik denk dat dat ook heel goed is voor een organisatie als Rijkswaterstaat, dat hier eindelijk eens een keer is opgeschreven hoe er naar onderhoud wordt gekeken. Mm. Vanuit de buitenwereld naar onderhoud. En waarom dat is, vanuit een historisch perspectief. Ook vanuit een taalkundig perspectief, wat heel verrijkend is. Dus volgens mij moeten we eerst maar eens even het bewustzijn van de waarheid, zeg ik maar even, die in het boek staat. Mm. En die we hebben gehoord vanmiddag, dat we die omarmen. Mm. En dan eens gaan nadenken, wat moeten we er eigenlijk mee? Want we kunnen er heel veel mee. Ik denk dat Lee en Andrew alle twee met dit boek hebben bereikt dat we een aantal handvatten krijgen om onderhoud en renovaties echt op een andere manier verder te brengen dan dat we dat tot nu toe deden. In de communicatie, in werkwijze en noem maar op. Dus ik bijzonder kansrijk. Leuk. Ja. Jij komt onder andere, vroeger kwam je uit de offshore en baggerindustrie. En als je het hebt over innovatie en moving forward, dat is wel sexy daar. Hè? Dat is wel heel interessant. Ja. En dan ga je bij Rijkswaterstaat werken, ja. Bij onderhoud van bruggen en sluizen. Ja. Hoe zit dat? Ja, gelukkig had ik op tijd mijn ogen open, zou ik zeggen. Want ik vind echt, we houden van problemen oplossen als ingenieurs. Ik ben gewoon keihard ook een ingenieur. Ik ben iets meer een organisatie-ingenieur geworden dan die technicus. Hè. Maar toch, mijn passie en betrokkenheid ligt bij die opgave buiten. Die is verduveld interessant. Maar waar is die nou eigenlijk het grootst? In de hele vervanging- en renovatieopgave, in het onderhoud. Daar is hij niet alleen groot, maar ook eigenlijk stiekem het meest complex. Het is verduveld. Duvelt ingewikkeld om een object goed te onderhouden. Om de care, de zorg, vanuit de passie goed neer te zetten voor zo'n brug of een viaduct, et cetera. En dat snappen die maintainers in Nederland, snappen dat donders goed. En die weten, die lachen er denk ik ook maar een beetje om. Dat we hebben ook dingen als nieuwbouw en we hebben ook andere domeinen binnen de techniek die allemaal heel waardevol zijn. Maar goed, dat ondergeschoven kindje onderhoud, dat is verrekte sexy. Leuk. Ja. En heel veel hart. En ik voel dat echt dagdagelijks. Ook in de passie van mijn collega's. Ze zitten ook hier om mij heen, want dat zijn niet alleen de collega's van Rijkswaterstaat. Het is echt heel sexy werk. Ja, leuk. Nou, dat is een heel mooie brug naar onze volgende gasten. Jullie hebben het over een tunnel, hè? Dus niet een brug. En over passie voor de zaak. Nou, we hebben wat dingen voorbesproken. Als ik ergens passie hoor over onderhoud, vervanging, een roltrap die gemaakt is, of vervangen is, gerenoveerd, hè, moet ik zeggen, gerenoveerd. Ja, nou, dat is het niet, dan is het bij jullie. Want hier aan tafel zit van de gemeente Rotterdam het verleden, heden en toekomst van de Maastunnel. De Maastunnel, zeg ik het zo goed? Ja, ik zou zeggen Maastunnel, maar het is Maastunnel hier in Rotterdam, in Ahoy. En heren, even kijken, we hebben Henk Maas. Henk van der Maas. Henk van der Maas, van de Maastunnel. Jij hebt zelfs een boek geschreven over... De geschiedenis van de Maastunnel. Ja. Onder de tunnel door is het genoemd. Laat even goed zien. We moeten even goed kijken welke camera we dat moeten laten zien. Ja, anders houdt het gewoon... Ja, super. Dankjewel. Een prachtig dik boek. Ja. En we hebben wat plaatjes ook van de Maastunnel. En heb ik het nou goed begrepen dat die hele... Dit is de belangrijkste verkeersader van Rotterdam. Ja.
is nooit geopend? Nee, hij is opengesteld, zeg ik dan. Hij is opengesteld. Vertel, hoe is dat Ze hebben de hekken weggehaald en toen was die open, ja. Oké, okay, want het is een enorme prestatie wat daar is geleverd toen. Ja, 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 het was de allereerste wegtunnel, zeg maar, van Nederland in ieder geval. Maar het is, hij was inderdaad heel innovatief in die tijd. Ja. Het is de eerste afgezonken tunnel met een rechthoekige doorsnede. Het klinkt allemaal wat ingewikkeld, maar als je er wat meer verstand van hebt, dan weet je wat een enorme prestatie er is. En met name ook omdat het allemaal afgezonde tunneldelen zijn. En er was nog geen rubber of zoiets. En tegenwoordig heb je allemaal rubbervoegen. Dus hij is enorm aan elkaar vast. Het is één grote tunnel zonder flexibiliteit. En in Nederland met die zakkende bodem is dat toch wel heel erg lastig. En dat, hij doet het nog steeds. Ze hebben het zo goed en zo stevig en zo met ontzettend veel zorg. Innovatieve zorg in die tijd. Maar waardoor hij gewoon nog steeds misschien nog wel 100 jaar mee kan. Of in ieder geval heel erg lang. En nog net zo mooi is. Fantastisch mooi is. Want het is een rijksmonument. En hij zit echt ook in de harten van de Rotterdammers. Hij ligt in het hart van Rotterdam, maar hij ligt ook in de harten van Rotterdam. Mm. Omdat hij zo ontzettend veel geschiedenis... Hij is in de oorlog gebouwd, hij is een oorlogskindje. En al die verhalen die daarin spelen, die heb ik daar hier proberen in mijn boek te halen. Je hebt een mooi verhaal over waarom die tunnel nou zo in het hart van de Rotterdammers ligt. En ook over de oorlog, wat daar is gebeurd. Kun je daar kort iets over vertellen? Ja, die oorlog is natuurlijk helemaal traumatisch geweest voor Rotterdam, omdat heel het centrum van Rotterdam plat gebombardeerd is toen. In die periode, of eigenlijk in de 3 dagen tussen de inval van de Duitsers met parachutisten op Zuid en het bombardement, die 3 dagen, daar is bij de Maastunnel nog iets fenomenaals gebeurd. Want in Rotterdam-Zuid, in Sjaarloos, moesten de mensen vluchten. Want daar was oorlog opeens. Die mensen vluchten, die wisten niet waar ze naartoe moesten. Er werd geschoten. Ongeveer 3000 van die mensen zijn toen naar de Maastunnel gevlucht. Die hebben daar 3 dagen lang gezeten in aanbouw zijnde tunnel. Dat was dus gewoon een soort gigantische schuilkelder geworden. Er hebben 3000 mensen 3 dagen gezeten. Zomaar opeens, terwijl er gevochten werd. En dat verhaal, dat heb ik helemaal weten uit te pluizen wat er allemaal gebeurde. Dat was echt fantastisch. Er is in die 3 dagen is er een baby geboren, zijn er mensen overleden. Er waren geen wc's, er was niks. Dus dat moest gigantisch georganiseerd worden. En die 3 dagen in doodsnood waar die mensen eigenlijk zaten, in die Maastunnel waar die veiligheid gekregen hebben. Nou, en na het bombardement was natuurlijk hetzelfde gebeurde. Al die mensen die uit die brandende stad verdwenen, die zijn aan de noordkant, waar ze nog aan het bouwen waren, in die schuilkelder Maastunnel gezeten. Oké, mooi, mooi. Jij bent voormalig beheerder van de tunnel. Ja. Wat was voor jou, dat was natuurlijk na de oorlog. Ik ben van na de oorlog. Wat was voor jou nou de grootste uitdaging als voormalige beheerder? Toen de tijd, was eigenlijk de Maastunnel nog maar gewoon één van de vele objecten. Ik kwam daar te zitten en toen zeiden ze, toen kreeg ik te horen van wat mijn werkproject, mijn werk, wat ik allemaal moest doen. En de Maastunnel was maar één van de 40, 50 objecten. Ik had de Maastunnel, maar ik had alle andere onderdoorgangen. Ik had alle vaste bruggen. Ik had de kademuren ook nog. De kademuren, dat zat gewoon in mijn project. En nou, ga die maar onderhouden. Ja. Dat kan dus niet. Hè? Dus in je eentje? In mijn eentje. Ja. In mijn eentje. Nou, in de toekomst gaat dat anders. Dat is in mijn periode. Ja. Dat is niet alleen mijn aandeel geweest, maar het is wel gelukkig. Is dat toen in die tijd toch wel uitgekomen dat niet kan. En uiteindelijk ben ik gewoon. Was ik maar één van de beheerders van de Maastunnel in feite. Want alleen al zo'n Maastunnel heeft gewoon een aantal mensen nodig die erover gaan. Mm, dank je wel. En je boek, kunnen we dat nog ergens krijgen?
Het is uitverkocht. Het is ooit in een oplage van 2000. En het moet een tweede druk komen. Collectors item. Ik vind eigenlijk dat de gemeente Rotterdam daar een tweede druk van maakt. Met de renovatie die heeft plaatsgevonden als extra hoofdstuk erin. Mooi, dankjewel. Ja. Dankjewel Henk. Arno, jij bent van het nu. Kun je wat vertellen over... de tunnel is volledig onder handen genomen. Ja. We hebben natuurlijk de tunnel die hier lag, die moest ingrijpend worden gerenoveerd, gerestaureerd. Dat is natuurlijk Rijksmonument, ja. 75 jaar oud op het moment dat we begonnen. Er geest in Nederland bijzonder strenge tunnelwetgeving, veiligheid. Ja. En daar moest hij nu een tunnel aan voldoen. Verdeelt hij niet aan, dan had hij in principe dicht moeten, omdat hij niet voldoet aan de wetgeving. Dus dat was op een moment toch wel een behoorlijke spanning, tijdspanning, ja. Om die tunnel op tijd klaar te krijgen. En we hebben dus inderdaad zowel de autotunnels als de fiets- en voetgangerstunnel, want we hebben natuurlijk ook nog meer dan alleen maar de autotunnel, hebben ingrijpend gerenoveerd, gerestaureerd in 2 jaar tijd. Wauw. We hebben daar een filmpje van, die heb jij beschikbaar gesteld. Kunnen we het filmpje laten zien, het eerste compilatiefilm laten zien, zodat we een beetje beeld hebben, waar hebben we het nou eigenlijk over? Ik vind het echt een prachtig filmpje. Daar kun je zo trots op zijn, jullie allemaal. Deze tunnel ligt in het hart van Rotterdam, zit in het hart van de Rotterdammers. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Wat is een monument? Het is heel belangrijk. Ja. Nou ja, veel mensen kijken natuurlijk alleen maar naar de technische kant van zo'n tunnelrenovatie. Waarbij het grootste compliment overigens wat we nu krijgen is van, we zien niet dat die gerenoveerd is. En dat hoort natuurlijk ook zo. We hebben wel honderden miljoenen ingestopt in die tunnel. Maar tegelijkertijd, de project is natuurlijk heel belangrijk. We zijn dus aan de slag gegaan om het vooral te zetten als onze tunnel. Aangezien we natuurlijk 2 jaar lang alleen maar een Zuid-Noord-verbinding hadden. Om het Erasmus MC onder andere te voorzien van spoedtransport en dat soort zaken. Dus de overlast die we veroorzaakt hebben in Rotterdam is fors.
Zoals ik al aangaf, het is de grootste verbinding die we hebben in binnen Rotterdam. En we zijn dus heel intensief bezig geweest met omgevingsmanagement, met zaken regelen, met voortdurend met een community bouwen op internet. En mensen op de hoogte te houden, vooral dat hebben we heel vaak gedaan. Van wat doen we nu eigenlijk in die tunnel? Want die mensen kijken in een donker gat en zo erg is er nu dan dat het inderdaad zo lang duurt. Wij lieten zien wat we deden. Dat hebben we naar mijn mening perfect gedaan. We hebben die mensen meegenomen, de Rotterdammers, we hebben ze ook dingen laten zien. Op het moment dat we klaar waren in bepaalde tunnels kwamen de Rotterdammers weer. We hebben heel veel gedaan aan communicatie dus. En ook wat ik altijd vind, hands-on communicatie naar situaties die we hadden. Ik heb het voorbeeld van, we werkten ook de nacht door. Mensen hadden dan overlast van het hele gebeuren. En wat een artsen-echtpaar wat er vlakbij woonde, die hebben we gewoon gezegd van nou, u gaat nu een week naar een hotel toe. Dan gaan we niet zeuren, dat werd gewoon gedaan. En dat vind niet, ik de kracht. Niet lullen, maar poetsen. Ja, zoals dat was de kracht, vind ik, van het hele project. Van als er problemen zijn, lossen we het op. En dat was denk ik ook de voorbereiding die er geweest is. Ik vind het in die zin een modelproject, ook voor de Rotterdamse omgeving. Goed voorbereid, goed budget. Dat je ook inderdaad kunt schakelen en niet voortdurend de malle molen in moet weer van de gemeente om te kijken of ik ergens weer wat extra budget kan halen. Dit project is ruim binnen budget gedaan. We hebben zelfs een scope-uitbreiding gedaan. Wow. Dat vind ik echt de kracht die je hebt. En dat is ook de les die we denk moeten leren. Dat we dit soort projecten met heel veel risico's, en dat zaten ook heel veel risico's in. We hebben ook delen van de tunnelvoer moeten weghalen om te zorgen dat we de funderingen goed hadden en dat soort zaken. Ja. Dan moet je gewoon zorgen dat je dat goed voorbereid hebt. Een enthousiaste ploeg met mensen hebt. Nou, die hadden we. Nou, dat zie je ook. Dat spat van die film af. Ja, dan hebben we nog een ander filmpje die je hebt meegebracht. En dat gaat ook over de liefde voor de tunnel. Hè? Is een kort filmpje, daar gaan we nu naartoe. En voor de mensen thuis, als je vragen hebt, stel ze in de chat. Want ze komen hier op mijn scherm. We gaan naar het filmpje. De Maastunnel, dat is toch een stukje Rotterdam, hè? Dus dat is een beetje de trots van iedereen. Het zijn meer dan woorden, het is een gevoel. We zijn Rotterdammers en we zijn trots op alles volgens mij wat uit de stad komt. En er hoort de Maastunnel toch bij, denk ik. Ik vind het fantastisch, die tunnel. Het is het hoort bij de stad, het is Rotterdam. Het is een monument geworden. De Maastunnel is een monument. Het is eigenlijk een onderdeel geworden van ons bestaan, voor de Rotterdammer. We mogen wel trots zijn op die tunnel. Je hebt eigenlijk een gloednieuwe tunnel, maar dan in een rijksmonument. Hij kan er weer 80 jaar tegen. Het is de oudste tunnel van Nederland en ook de mooiste. Chapeau voor de bouwers. Nou, alleen maar liefde voor de tunnel. Heel mooi. Tjeerd, wil jij nog wat vragen aan Arno? Want zeker, ik kan me voorstellen, Arno, dit is wel interessant voor jullie. Ja, ik vind het heel interessant. Ook kijk, wat ik heel mooi vind, is dat die passie zeg maar, van de Rotterdammers, die helpt natuurlijk. Zeker. Die Rotterdammers die verzamelen zich in de politiek. En hoe heeft die vertegenwoordigd in de politiek? Hoe hebben die hun opdrachtgeverschap hierin ingevuld, Arno? Hebben die geholpen of juist was dat lastig? Dat is een heel goede vraag. Want kijk, we hebben dit project hebben voor de eerste keer gekozen wat wij noemden voor een vrijgesteld ambtelijk opdrachtgever. Dat was sowieso al een stap. Normaal zit het in de lijnorganisatie, dit soort projecten. Daar is het ook begonnen. En we hebben dit heel bewust uit de lijnorganisatie weggehaald en gezegd van we gaan nu met mensen die dit specifiek alleen maar doen. Dat was de les die we geleerd hebben, ook uit andere projecten. Maar we hadden ook een bestuurlijke opdrachtgever in de vorm van wethouder van Gils. Een wethouder die in wezen de grote projecten in zijn portefeuille heeft. En dat was vooral die interactie met hem. Om te zorgen dat daar waar we problemen zagen, dat we die heel snel getackled hebben. En dat we dat ook heel snel dingen konden regelen. En nogmaals, het begint natuurlijk bij goede voorbereiding, goed budget. En ik moet zeggen dat die interactie met de bestuurlijke opdrachtgever, ik was in dit project ambtelijk opdrachtgever, is een hele goede combinatie geweest. En ik denk ook een voorbeeld voor andere projecten in Rotterdam. En wat was daarvan dan de kern van het succes, Arno? Nou ja, dat je heel intensief met elkaar overlegt over dit soort zaken. Mm.
de interactie is, de interactie is gewoon erg groot om dit voor elkaar te krijgen. Was het gewoon vaak om de tafel? Wat was nou? Regelmatig onder de tafel, maar ook hem geïnformeerd houden dat wanneer die benaderd zou kunnen worden door media om dingen die gebeurden, dan zorgden we dat we productief met hem aan de slag waren. En vond hij onderhoud ook sexy? Hij is denk ik met dit project, vindt hij inderdaad een bijzonder sexy project, ja. Daar is hij ook bijzonder trots op, dat weet ik van hem. Leuk. Mooi, dank. Hartelijk dank voor jouw korte uitleg. Voor jou, Helmer, in jouw rol als, als ook beheerder van de tunnel. Ja, precies. Jij gaat dat trekken. Ik vind het nog wel, dat is nog wel een ding. Het is nogal schoenen om in te gaan staan. Zo'n monument in een nieuw jasje. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Het is wel zo dat, kijk, de uitdaging die Henk daar noemt en het hele mooie wat daar gerealiseerd is, ja, dat gaan wij wel voortzetten en in stand houden. Dus het mooie product wat daar geleverd is en teruggegeven is aan de stad. Ik herinner mij ook nog, jij vroeg van, heeft het bestuur geholpen? We hebben nog met de opening van de autotunnels hebben we daadwerkelijk de sleutel van de tunnel teruggegeven via de burgemeester aan de Rotterdammers of van het project aan de burgemeester of zo. Zoiets dergelijks hebben we gedaan op locatie. Nou, dat gaan wij gaan dat in stand houden. Dus met mijn organisatie zorgen dat wij deze tunnel, die een rijksmonument is, onderhouden conform dat rijksmonument. En ook onderhouden conform die tunnelwet, die aan die strenge eisen voldoet. Hè. Dus we worden net, de tunnel die is, het lijkt alsof die niet verbouwd is, maar onder de motorkap is het een moderne tunnel geworden, wat het niet was. Hè, de ventilatoren van 1942 zijn er nog, maar die gebruiken we niet meer. Ja. Het is nu moderne ventilatoren, moderne brandblusvoorzieningen, moderne vluchtvoorzieningen. En die gaan wij onderhouden. Dus dat zijn we zowel technisch gaan we daar mee aan de slag. Als organisatorisch dat we daarvoor staan. Dat we niet meer één iemand daarmee belasten als een bijbaantje. Dus dat is een bijbaantje. Dat hebben we anders gedaan. Ja, mooi. Leuk. Dat gaan wij doen. Leuk. Ja. Ik zit even te kijken. Hebben we vragen uit het publiek? Ik refresh even. Nou, ik zie nog geen vragen. Mocht je een vraag hebben, stel ze gerust. Want anders gaan wij gewoon hier lekker verder met elkaar babbelen. Want er is genoeg te bespreken over de tunnel. Ik heb er wel één, hoor. Ja? Ja, leuk. Ja. Ik ben wel benieuwd. Als je begint in die klus, hè, en we hebben twee Amerikaanse professoren gehoord over innovation speak. Hè, dat die enorm kan belemmeren in het kader van echte innovation. Ik kan me voorstellen dat volgende week gaat bij jou de telefoon. En dan zeg je, joh, maar we hebben iets veel slimmers voor jou bedacht. Dus hoe ga jij die innovation speak scheiden van de daadwerkelijke innovatie die je nodig hebt om dit object levend te houden? Het is wel grappig daarover. Ik kon het net achterin niet helemaal letterlijk woordelijk volgen over de innovation delusion wat de professoren zeiden. Ja. Maar wat ik zelf ervan op heb geslagen is één ding. Kijk, innovatie is een middel om iets te bereiken en geen doel op zich. En ik denk, even platgeslagen, als je het zo probeert te benaderen, dat we dat... dat we dat gaan blijven volhouden. Kijk, de doelen hier zijn helder. We moeten die verbinding, die de belangrijkste verbinding is voor de stad Rotterdam, in stand houden en de beschikbaarheid daarvan hoog houden. En de veiligheid, doordat daar die hele tunnel werd voor bedacht. En dan heb je nog iets anders, natuurlijk het monument moet je in stand houden. Nou, die drie dingen, die moeten wij in stand gaan houden. En alles is er ons aan gelegen om dat te doen. En als iets innovatiefs ons daarbij kan helpen, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het is niet dat wij de ogen sluiten voor innovatie wat dat betreft. Maar het moet wel de doelen dienen. Dat is mooi, want Ron Vriends die kijkt met ons mee en die vraagt hoe gaan we om met moderne regelgeving versus de oude infrastructuur? Er wordt gezucht. Dat kan. Met brandveiligheid bijvoorbeeld. Dit is de kern geweest van het heden eigenlijk als we bij Arno gaan kijken, want dat zijn allebei wetten geweest. En je kan niet zeggen, tunnelveiligheid gaat boven Rijksmonumentwet, maar misschien dat Arno iets... Arno? Ja, goed... Een van de uitdagingen hier was inderdaad stringente wetgeving en de oude tunnel. Monument, Rijksmonument. En hoe we dat eigenlijk opgelost hebben is dat we gewoon een aantal toppers op gebied van zowel het Rijksmonument, maar ook als het gaat om de wetgeving. We hebben zelfs mensen ingehuurd die de wetgeving deels geschreven hebben voor de Rijksoverheid. Die hebben we aan tafel gezet en die hebben we met elkaar discussies laten voeren over inderdaad nagenoeg alle elementen die erin zitten. Ik kan me de discussie nog goed herinneren over de brandkosten die we erin hebben zitten voor de brandweer. Wat voor kleur die moesten krijgen, al dat soort zaken. Die moeten wel rood, neem ik aan. Die zijn rood, die zijn echt vuurrood. En ook de, dingetje. Ja, maar goed, ze waren oorspronkelijk crèmekleurig. Passen ze perfect bij de wanden die we nu hebben. Ja. Dat is voortdurend, en daar zit ook wel mijn rol erin, dat je op een moment moet zeggen van, nou ja, hier hakken we de knoop door.
En die krijgt veiligheid. Tuurlijk, veiligheid is altijd, staat bovenaan. Maar je kunt daar wel zoeken naar wat zijn onze mogelijkheden. En juist het zoeken van die mogelijkheden, ja, dat was denk ik de uitdaging ook in het project. Wow. En dat geldt voor heel veel elementen van lampen. Ja, je ziet ze op de dingen achter. Dat licht, dat hebben we echt gehandhaafd. De gele vloeren, de gele asfaltvloeren, dateren, zijn eigenlijk een beetje een relatie met de gele steentjes die hier lagen in 1942. En zo zijn we die hele tunnel doorgegaan. Elk facet wat erin zit, hebben we op die manier benaderd. Wel goed om aan te vullen, die gele lichten waren natuurlijk in 1942, hadden ze geen LED. Maar dat is nu wel natuurlijk, hè. Dus we hebben niet stilgestaan. Dus we hebben met dat LED-licht zoveel mogelijk benaderd wat het moest zijn. En in noodgeval drukt de operator op een knop en kan het ook wit licht worden, de hele tunnel. Bijvoorbeeld. Ja. En dus zo hebben we wel... Mooi. Er komt een vraag van Sophie Bugner, nu toch bij jou ook zijn, Arno. Welk contractvorm is er gebruikt en hoe liep het contractmanagement? We hebben een, laat ik maar even zeggen, want anders moeten we echt in details. We hebben een maatwerkcontract gemaakt, waarbij vooral samenwerking een van de meest belangrijke onderdelen was. Dat is echt, want ik denk ook dat de samenwerking die we met onze bouwpartner gehad hebben hier, is essentieel geweest om dit project op deze manier en ook binnen planning en tijd te realiseren. Dus dat is denk ik essentieel geweest. We proberen ook die samenwerking die we nu hebben, proberen we ook nu door te vertalen naar bijvoorbeeld het... De aanbestedingen die we gaan doen voor het onderhoudscontract voor de Maastunnel, daar proberen we het ook door te trekken. Dus het is echt een maatwerkconstructie geweest. In het projectteam zaten wat dat betreft de contractmanagers, die het ook gemaakt hebben. En dat is ook de lijn die we, waarbij we het ook gemanaged hebben. En het projectteam bestaat dan inderdaad uit onze contractmanagers, onze techneuten, onze mensen die verantwoordelijk zijn voor communicatie. Alle disciplines hebben we daar bij elkaar gebracht. Ik kijk even naar Tjeerd. Maatwerkcontracten, kan dat bij Rijkswaterstaat? Ja, want dat kan namelijk volgens de regelgeving. Dus dan zeggen we ja, we kiezen daar niet snel voor. Wij proberen namelijk ook voorspelbaar te zijn naar onze marktpartijen. Mm-hmm. En te excelleren in een, zeg maar, in een menukaart met verschillende opties. En daar proberen we zoveel mogelijk mee te doen. Mm-hmm. Die menukaart wordt wel al steeds groter trouwens, hoor. In allerlei vormen en diversiteit van contracten. Ja. Maar het kan wel, ja. Het kan wel. Oké. Okay. Dankjewel, Sophie, voor die vraag. Kom gerust ook door met andere vragen. Ik heb nog een vraag. Gert van Oort vraagt, was de renovatie van de tunnel ook een circulair project? En wat is er teruggeplaatst, hergebruikt en hoe? Dat is best wel een grote, best wel veel, hè? Ik zag een mooie foto van tegels. Ja. Als je de filmpjes ziet, het eerste filmpje ziet, dan zou je denken van nou, die tegels die eraf komen, dat hebben ze massaal gedaan. We hebben alleen maar die tegels verwijderd die niet meer vast zaten. We hebben prachtige foto's, dan zie je dat elke tegel gestikkerd is. Ja. Of die kon blijven zitten, of dat die moest worden weggenomen. We hebben inderdaad een behoorlijk aantal tegels moeten vervangen, omdat ze gewoon niet meer vast zaten. Maar we hebben alles, zoveel mogelijk wat we konden gebruiken, hebben we hergebruikt. En uiteraard wat er op aan uit de tunnel kwam, hebben we ook circulair afgevoerd. En hebben we ook op die manier aangepast. Maar nogmaals, alles wat er hergebruikt kon worden, dat is teruggezet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de lampen die we hebben. Uiteraard de mechaniek en de techniek die is vervangen. Maar de oude lampen die zijn vervangen. Nou, toevallig, hier komt het beeld met de tegeltjes. Ja. Elke tegel is gemarkeerd. En elke tegel die dus goed is en vast zit, die blijft zitten. En alle andere tegels die zijn verwijderd. En uiteraard hebben we daar weer een uitgebreid onderzoek gedaan om exact dezelfde tegel te laten namaken, in dit geval in Spanje, om daar inderdaad 600.000 tegels te vervangen. Klopt. Er wordt ook een vraag gesteld. Gert, dank je wel voor die vraag. Leon Homberg vraagt, hoe houd je nou kennis vast voor nieuwe renovaties? En nou, dat is voor jou best heel belangrijk om te weten. En ik kan me voorstellen, van het verleden, van nu naar, nou ja, naar de toekomst. Hoe kennismanagement, hoe zit dat? Nou, ik ben zelf van huis uit ben ik techneut. Dus in mijn MT ben ik ook altijd degene die zeurt over vakmanschap en dat soort dingen. Dus ik vind het een heel belangrijk punt. Ik vind het dat mensen met techniek moeten praten over dingen, over dit soort zaken waar techniek in zit. En ja, nu, hoe we het nu doen of proberen te doen, is een vast team met mensen die hieraan werkt. Je ziet het in ons operationeel tunnelbeheerteam, zie je dat.
Maar misschien, ik weet niet, de roltrappen kwamen net ook aan de orde. Daar zie je het ook. Roltrappen is hier een issue. We hebben er 8 monumentale roltrappen, heel verhaal. Maar de kennis daarvan zit bij een aantal mensen binnen de gemeente nog. Hè? We kunnen niet dat op de markt nog halen en dat soort dingen. Dus het is wel een uitdaging die altijd zal blijven staan. Nu en ja, ook in de toekomst ben ik bang. Heeft dan dit project, hè? Want wat gelukkig heeft het ook... Het was niet zeg maar, van de ene dag op de andere klaar. Hè? Het heeft behoorlijk wat jaren geduurd. Zeker. Het heeft veel geld gekost. Ja. Dat betekent ook dat het de tijd heeft gehad om ook te beklijven in de organisatie. In de vorm van dat er nieuwe kennis is binnengehaald. Ja. En dat het ook wordt gewaardeerd. Hè? Dus ja. Dat die kennisintensieve organisatie die Rotterdam al was, die is eigenlijk nog kennisintensiever geworden. Is dat een veronderstelling die ook waar is? Ik denk wel dat dat zo is. Je ziet dat we binnen de organisatie die Rotterdam is, hebben we ook een ingenieurstak, een ingenieursbureautak. En eigenlijk werken die met projectteams. En daar, ja, dat is een heel kennisintensief projectteam is hier geweest. Ja, de kunst is nu natuurlijk om die kennis die daar zit bij die projectteams en momenteel nog bij onze bouwpartner, die we nog even bij ons hebben, om die weer ook weer bij de nieuwe bouwpartner straks er tussen de oren krijgen. Kijk, dat proberen we te doen. We werken met een transitieperiode, hebben we al afgesproken destijds bij het afsluiten van het contract in 2016 of 17. Ja, in 2016 hebben we dat al afgesproken, dat als dit contract afloopt, willen we een jaar transitieperiode met de nieuwe bouwpartner. Ja. Okay. Maar dat zijn allemaal van die dingetjes waarmee we dat proberen. Ik wil onze laatste tijd hier aan tafel, dat wij hier zitten, wil ik heel graag, want we hebben natuurlijk nu gehoord wat onze luisteraars spreekt. Dus zou ik heel graag willen schakelen terug naar Lee en Andrew om te horen, nou, hoe kijken zij hier nou tegenaan? Zij hebben meegeluisterd met dit hele verhaal. Dit is direct vertaald uit het Nederlands naar het Engels in de achtergrond. Kunnen we schakelen naar Lee en Andrew? Het is een beetje stil. Ja, we really enjoyed this conversation so far. I had three thoughts come to mind, and then I'll hand it over to Andy. I thought it was all great. I think the first thing to talk about is culture, from my perspective. So I think that the Dutch are known for great maintenance, especially around water management projects. But we know, obviously, there's also problems. Since our book came out, there were a number of news articles about the canals in Amsterdam, for instance. So there's nothing's perfect. But I think one way to deal with culture on a broad level, on a societal level, is this trick of pride or focusing on pride. I think this is really, really terrific. So I love the language of our culture, or our tunnel, rather. It could be our culture, but our tunnel, our physical culture. And also this thing you all did about giving the tunnel back to the people. I mean, I think that we have to create messages, but also rituals to draw attention to maintenance and upkeep. People are nodding here. People are, oh, yes, 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 yeah. I think otherwise it's really easy to lose sight of it. It's too easy to do ribbon cuttings for new structures. We need to create ways to draw attention to upkeep. Right. The second thing is very brief. Innovation is not an end in itself. That's right. We need to keep the ends in sight. And not just our ends or the ends of the people doing the job, but the ends of all the stakeholders, right? Everyone who's using the tunnel, everyone who's a part of the tunnel, it has to be about those ends rather than just whatever new thing. And finally, I really love this conversation about knowledge management and cultures of maintenance within organizations. You know, I think Andy and I initially wanted to just set aside that stuff and just focus on maintaining things. And what we found is that whenever you find good maintenance, what you also see is healthy practices of maintaining cultures of maintenance, right? You can't have the good maintenance of the stuff without having that maintenance of how do we hand on knowledge and how do we create a healthy culture where these things are done well and rewarded properly? I'll hand it over to Andy. Thank you. Lee. Hi. I agree with everything Lee said and just wanted to make sure that to express my thanks and appreciation and to really commend the accomplishments of not only of the small group of people there, but presumably thousands of people who contributed to this big
project. Like Lee, I was really struck by the effective language there. And I think, you know, it's partly my bias as a historian, but partly because he did an excellent job of relating the fact that the tunnel took care of us, of people who live in the city, and now we should take care of the tunnel. I think that story, that place, it's a civic place for infrastructure, which is a great way of thinking about it and of talking about it. We don't talk that way enough about technologies or about infrastructure. And so I want to commend that. I also found that the tension between preservation, playing by different types of rules and trying to comply with different types of standards to be fascinating. And I think, you know, as it is a historical monument, I'm so thrilled to hear that attention to it. And it actually leads me to a question. The discussion so far has established a strong bonds of the past from the war up to this project in the present. And I'm curious to know how the link with education might work. So I understand the My Tunnel language, and I wonder if there's tours to school children, and if this inculcating the maintenance mindset Helmer in the next nodding. Generation. They're nodding on here at the table, so there is. Good, yes. I would love to hear about yes, that. Yes, thank you. We're going to wrap this up. Thank you, Lee and Andrew, for your additions. In the next case, I would ask you, perhaps you could join us more at the table, but we'll see that in a minute. First of all, thank you very, very much for your fantastic stories and explanations. Ik ga weer verder in Nederlands. heel hartelijk dank dat jullie hier waren. Gedaan. Wij gaan nu door terug naar Rangel voor weer 5 minuten. Rangel, take it away. Thank you.
Dankjewel, Rangel. Mooi. We gaan, ik maak een bruggetje naar een echte grote brug. En dit is een brug met 230.000 voertuigen die er overheen gaan. En 120.000 vrachtschepen, schepen die er onderdoor gaan. Dit wordt compleet gerenoveerd, de Van Brienenoordbrug. En dat wordt gedaan onder leiding van Roy Stroeven. Roy gaat ons een presentatie geven. Ik kijk jou even aan. Ben je er helemaal klaar voor, Roy? Ja, ja, heel fijn. Roy gaat ons in ongeveer 10 minuten een beeld schetsen. Ja. Roy, dankjewel. Ja, 10 minuten is heel kort voor zo'n grote brug. Ik probeer jullie toch even mee te nemen in de ontstaansgeschiedenis van dit project. Ik ben de projectmanager van Rijkswaterstaat. Oh, ik moet zelf natuurlijk klikken als dat werkt. Ja. Jullie hebben natuurlijk al gehoord dat we in Nederland veel verouderd areaal hebben. Dat we daar iets mee moeten. Dat moeten we vooral gaan aanpakken. En het komt vooral omdat het natuurlijk veel intensief gebruik is gekomen. Hè. Het verkeer is toegenomen de afgelopen jaren. En we willen natuurlijk dat het allemaal veilig en beschikbaar blijft, onze infrastructuur. Dus we hebben een programma geïnitialiseerd en dat is het programma Vervanging en de Renovatie, VNR, ook wel genoemd. Ik zoom dan even in op de regio Rotterdam. Dat is natuurlijk wel duidelijk hier. Hier staan alle projecten die op stapel staan, alle renovatieprojecten die op stapel staan voor de komende tijd. Die worden aangepakt dus middels dat vervangen en renovatie. Het is een heel groot deel van de infrastructuur. Het zijn bruggen, tunnels en wegen. Dat is met de verschillende kleurtjes aangegeven. Ik ga jullie dat niet allemaal voorlezen, maar het zijn er best wel veel voor de regio Rotterdam. En de belangrijkste is de Van Brienenoordbrug. Dat is de grootste uitdaging die aan onderhoud of vervangen of aanpak toe is. Ik ga jullie even uitleggen hoe dat zit. Nou, dit is de brug, jullie waarschijnlijk wel bekend. We hebben een oostelijke boogbrug. Dat is een boogbrug die is in 1965 aangelegd als eerste. Daarna is er in 1990 de westelijke boogbrug aangelegd. En we hebben nog een beweegbaar deel. Deze drie delen worden allemaal aangepakt. Zijn allemaal aan vervanging of renovatie toe. En vooral zit bij de boogbrug, vooral in het wegdek. Waar het wegdek eigenlijk minder dik genoeg is qua staal. Hè? Dus dat moet worden aangepakt omdat we staalproblemen hebben. We hebben meerdere problemen, maar vooral het wegdek is daar een probleem. En het beweegbare deel, daar hebben we te maken voornamelijk aan de oostkant van de A16. De kleppen in het beweegbare deel verouderd zijn en dat daar het bewegingswerk moet worden aangepakt, vervangen moet worden. En vooral de bediening en besturing van de totale brug moet worden aangepakt en vervangen. Ik ga niet heel erg in op hoe dat precies gaat lopen inhoudelijk, maar wel op hoofdlijnen. Wat ik al zei, we hebben problemen met de sterkte en de vermoeiing vooral van het stalen rijdek. En de conservering van de bogen. Dat is vooral het probleem. Aanvankelijk... Dat was eigenlijk voor 2018. Dachten we van, nou, we gaan dit oplossen middels een relatief normale manier van renovatie. Dat is het aanpakken in het verkeer. We zouden dan dus het wegdek gaan overlagen met zogenaamd hoge sterkte beton. Daar hebben we met 6 bruggen in het verleden ervaring mee opgedaan. Een aantal grote bruggen zijn daarmee overlaagd met dat hoge sterkte beton. En de Van Brienenoordbrug zou dan de 7e zijn in de rij om ook te worden overlaagd met hoge sterkte beton. Hier zien jullie een plaatje van de Gale Koppenbrug. Zo zou dat er dan uit hebben moeten zien. Hè? Dat was het idee. We hadden toen wel het idee van ja, het is wel een moeilijke uitvoeringsmethode. De rijstroken worden langdurig afgesloten dan. De staalversterkingen die zijn nodig, want het beton is natuurlijk zwaar, hoge sterkte beton, heel zwaar, dus je moet iets doen aan die staalversterkingen. Daarnaast is de levensduur van het hoge sterkte beton eigenlijk maar 30 jaar, dus dan moet je daarna weer terugkomen. Aanvankelijk hadden we dus dit plaatje in ons hoofd, deze planning, door eerst maar eens een ontwikkeling te kijken hoe gaan wij nou overlagen
van de Westboog met dat hoge sterktebeton. Dat hadden we in 2017, waren we daarmee opnieuw begonnen, eigenlijk al eerder. En toen zaten we te denken aan 35 weken verkeershinder op de A16. En dat zouden dan twee rijstroken zijn die worden afgesloten. Maar in de loop der tijd werd het al wel duidelijk dat die staalversterkingen, door dat zware beton, dat die staalversterkingen toch best wel ernstig, best wel veel was, best wel grootschalig zou zijn. Je zou moeten denken aan toch platen van ongeveer 6 centimeter dik, die je dan over de brug moet, ook over de boog moet aanpakken. Dus je moet eigenlijk de hele brug inpakken met staal om dat beton te kunnen dragen. Wat beton is dan dus de oplossing voor dat stalen rijdek, voor die vermoeien. Nou, dat is oké, okay, we kunnen alles, hè. We schieten ook raketten naar de maan, dus dat kunnen we ook wel. Vervolgens werden er zware metalen aangetroffen op de boog. Dus als je daarmee bezig gaat, ja, dan moet je toch eerst die zware metalen eraf halen. Betekent dus dat je heel veel maatregelen moet treffen om dat voor elkaar te krijgen. Veilig, nou, dus zaten we al snel op 70 weken aan renovatietijd voor één boog. Dus we hadden net gezien, we hebben twee bogen, dus dat is, ja, 70 weken is ongeveer 1,5 jaar. Nou, dan ben je toch wel 3 jaar bezig en dan heb je alleen de bogen nog maar gedaan, dan heb je ook nog een beweegbaar deel. Maar oké, okay, dat was aanvankelijk de opdracht. Dit leek steeds minder rooskleurig te zijn. Nou ja, ook vooral vanwege de verkeershinder, die echt nou ja, best wel groot zou zijn en vooral zeer langdurig. Grote veiligheidsrisico's vanwege de grote stijgerconstructies ook. Hè. Het verkeer moet door blijven rijden, dus je zet twee rijstroken af. Dan merk je eigenlijk boven het verkeer. Nou ja, en de kosten zijn ook best wel hoog. Dus deze optie leek niet echt rooskleurig en handig te zijn. Dus wij zijn na gaan denken over een alternatief. Noem het een innovatie. We zijn gaan kijken van kunnen we die Westboog ook vervangen. Toen was in eerste instantie nog maar de Westboog in beeld. Dat was in 2017. Daarna bleek al snel dat de Oostboog ook aan toe was. Hè. Die was ook toe aan vervanging. Toen hebben we gezegd van ja, kunnen we die niet ook mee gaan vervangen op een of andere manier. We hebben daar een brainstorm gehouden, ook voornamelijk met technische mensen, technisch team. Toen werd ook inderdaad duidelijk, even kijken, ja. Dat die Oostboog ook echt slecht was. Dus die zou echt aangepakt moeten worden. En we zijn verder gegaan met het uitwerken van die uitwisselingsvariant, zoals we dat noemen. Ik zal zo meteen aangeven hoe die gaat, hoe dat loopt. Maar dat uitwerken, dat kost tijd. Hè? Want je moet toch, dat is best wel een grote brug. Je moet kijken hoe ga je dat nou precies doen, waar loop je allemaal tegenaan. Dus we hebben vele contra-expertises uit laten voeren. Veel onderzoek laten uitvoeren. En nou ja, uiteindelijk hebben we gezegd van, dat deze oplossing is wel echt een veel betere oplossing. Want je werkt grotendeels buiten het verkeer. Hè? Dus dat is wel een renovatie, maar niet in het verkeer. Dus in die zin innovatief. Korte verkeershinder heb je wel, want je moet natuurlijk wel die bruggen gaan verwisselen. Je hebt veel minder veiligheidsrisico's, hè? Omdat je dus minder in het verkeer werkt. En onder gecontroleerde omstandigheden. En je hebt uiteindelijk gewoon eigenlijk een gloednieuwe brug terug. Dus je bent niet gebonden aan 30 jaar, hè, wat we net hadden bij het hoge sterktebeton. Maar je bent echt voor 100 jaar ben je klaar. Hè? Dat is in ieder geval de ontwerplevensduur. Dit is wat we dus nu gaan doen. In eerste instantie gaan we dus de Westboog vernieuwen. Oh, dat gaat ineens heel snel achter elkaar. Kan ik terug? Oh, ik ga even terug. Ja, dit is de huidige situatie van de Van Brienenloopbrug. Voor die tijd, dus vanaf nu, gaan we bezig om het contract op te stellen. We gaan in 2022 gaan we aanbesteden. Daarna gaat de aannemer het voorbereiden. En wat gaat hij voorbereiden? Gaat eerst de Westboog nieuw bouwen. En dat komt als goed is nu. Een nieuwe Westboog gaat hij aanleggen. En vervolgens in de zomer van 2025 wordt die Westboog vervangen met de bestaande Westboog. Nou, dan hebben we dus de oude Westboog, die zetten we weer op een tijdelijke werf. Wij denken dat we een tijdelijke werf nodig hebben waar we die bruggen even stallen. En dan hebben we de tijd om die oude Westboog te gaan aanpakken. Dus wat we gaan doen is dat die oude Westboog volledig wordt vernieuwd. Hè? Vooral het wegdek wordt volledig vervangen. Dan wordt die Westboog nieuw, als nieuw. En kunnen we ondertussen de beweegbare delen gaan vervangen, aanpakken. Dat doen we dan in 2026, is de planning op dit moment.
Wat we net zeiden, de kleppen van de oostkant moeten worden vervangen. Het beweegbare deel moet worden vervangen. En dat zijn best wel grote apparaten. Hè. De overspanning van 50 meter. Die bruggen die zijn hartstikke groot, dus dat zijn best wel grote operaties. En dan vervolgens kunnen we natuurlijk de inmiddels gerenoveerde Westboog vervangen, maar dan voor de oostzijde. Dus dan hebben we uiteindelijk twee nieuwe bruggen en één oude brug over. Nou, dat is natuurlijk helemaal mooi als je die oude brug ergens anders kan gebruiken, hergebruiken. En dat proberen voor elkaar te krijgen. We zijn vanaf nu dus aan het zoeken naar andere projecten, andere locaties waar die oude Westboog, of oude Oostboog moet ik zeggen, kan worden hergebruikt. Weten we nu nog niet natuurlijk, hè. Het is best wel ingewikkeld, best wel een grote brug, maar we doen ons best. Dus dat gaan we doen. Even kijken hoor. Met 2028 toch een jaar nog, hè, omdat het best wel allemaal ingewikkeld is en moeilijk is, willen we eigenlijk in 2028 ook een reservejaar inbouwen. Omdat je kan nooit helemaal zeker weten of je dit precies haalt. En we willen vooral in de zomervakanties bezig gaan. Dit project is overtreffende trap. Zeer duurzaam, hè, want we gaan heel veel dingen vervangen. Hergebruiken vooral. Grote stalen brug van 3000 ton staal heb je het dan over. Die we gaan hergebruiken. Technisch complex. Het is eigenlijk offshore in de Nieuwe Maas. Dus offshore, normaal is dat heel diep natuurlijk op zee. Maar nu moet het wel groot. Maar we hebben te maken met dat het toch ondiep is. Dus dat is weer een uitdaging. En vooral grote afmetingen. Daar gaat het. Het is vooral groot. Bepalend voor de doorstroming in de regio. Dus als we iets met die brug doen, dan zit heel Rotterdam. Hè. De ruit van Rotterdam heeft daar problemen mee. En het is ook een icoon. Het is een beeldbepalend object voor de Rotterdammers. Hè. Voor de Rotterdammers geeft het toch een gevoel van thuiskomen. Heel belangrijk als we dit aanpakken dat we dat op een goede manier ook doen. En de politiek is vooral ook hier natuurlijk erg bij betrokken. En het is toch een mega renovatie. Hè. Echt best wel een renovatie op grote schaal. Renoveren betekent ook dat je de oude situatie, dat je daar iets mee doet. Hè. Dat betekent ook dat je oude situatie goed in beeld moet hebben van wat zit daar nu. Nou, die oude situatie stamt gedeeltelijk uit 1965. Dus het is ook, soms loop je dan tegen problemen aan. Dat je niet helemaal precies weet hoe de situatie in elkaar zit. Maar dat zijn uitdagingen. Dit is eigenlijk en ik kan nog veel meer vertellen. Ja, dat snap ik. Maar dankjewel, Roy. Hartelijk dank. Neem plaats. Ondertussen, ik ga even vragen of we Lee en Andrew erbij kunnen krijgen. Dat gaat goed. Dankjewel. Lee en Andrew, ik weet niet hoe we dit technisch moeten doen. Maar it would be great if you could join in the discussion with us. So should we have a kind of discussion? And I'll start with you, because last time I started with the listeners. Roy is here at the table. We have you guys still here. Could you give us your thoughts about that, this project? Yeah, first of all, it's really impressive, just the scope of it. The thing that's kept sticking out to me during multiple parts of it is this phrase we hear sometimes when it comes to maintenance, both in industry, in buildings, and also in infrastructure, which is this phrase, it's going to get worse before it gets better, which is that you have to kind of face with how bad things are, and you're going to disrupt your own practices, right? Which means just driving over the bridge, which has huge costs, of course. And I really liked how the presentation talked about how this is an icon. It has political, there's political things to weigh as well. And I think that this is just like the core that you have to talk about that issue of how things are going to get worse before it gets better, and face up to it and deal with it as multiple stakeholders, not just planners. Mm. Andy, what do you think? Yeah, we're going to Andy. Lee, did you just ask Andy? Did I hear that correctly? Yeah, I was just asking. Thank you. Yeah. Yeah, I also was struck by, again, like the last case, the fact that multiple stakeholders, including a very opinionated public, it's not just the efficiency of the renovation, it's also the symbolic nature of it.
And so my thoughts turn to what resistance that you've encountered as you've gone forward with the project, and the different strategies that you've used to work against that resistance. Mm. Because I can imagine, you know, some people say it costs too much, some people say it's too disruptive, some people might say it's too risky because it's innovative. Mm. And I was really curious about that. Roy, en antwoord gerust in het Nederlands, want zo gaan we het doen. Ja. Kun je antwoord geven? Ja, nou, wat we zeiden, komen van de oorspronkelijke oplossing met HSB, hè, met hoge sterkte beton, wat heel veel tijd zou kosten en een redelijk onveilige situatie zouden met zich meebrengen. Ja, dat moet je natuurlijk alweer oplossen met stijgers en zo. Maar daar hebben we iedereen in meegenomen, onze stakeholders ook. En we hebben ook iedereen meegenomen dat we duidelijk maakten van ja, dit is eigenlijk best wel een hele ingewikkelde oplossing. En toen kwamen we dus met die nieuwe oplossing, dus de uitwisselingsvariant. En die zou veel minder verkeershinder met zich meebrengen. Dus iedereen was daar eigenlijk heel blij mee. Ja. Dus iedereen is heel blij met deze oplossing. Natuurlijk snapt iedereen wel dat we alsnog veel verkeershinder hebben. Maar vergeleken met de normale manier, met de renovatie in het verkeer, is dit een veel betere oplossing. Vooral voor de omgeving, hè? Daar doen we het vooral voor. En qua kosten en risico's, zoals hoorde ik net ook, de kosten zijn over de langere tijd ongeveer vergelijkbaar. Hè? Het zal misschien wat uit elkaar lopen, maar dat is niet de reden geweest om hiervoor te kiezen. En de risico's, ja, de risico's die vallen echt wel mee vergeleken met het werken in het verkeer met die, zeg maar, de ouderwetse variant van renoveren. Dus deze risico's die zijn beter, hoe zeg je dat, beheersbaar dan de andere methode. Nog steeds heel ingewikkeld, hè? Dus begrijp wel, het is niet zomaar een project, maar vergeleken met de manier van de hoge sterktebeton in het verkeer is het echt wel een grote verbetering. En Roy, het moment, hè, van dat je eerst denk je, nou, we gaan het gewoon traditioneel aanpakken. Ja. En uiteindelijk kom je tot deze meer innovatieve strategie. Heeft de weerstand, want zo hoor ik de vraag van Andrew eigenlijk ook een beetje. Is er door de weerstand, zijn we over alternatieven gaan nadenken? Of hebben we dat uit onszelf bedacht bij Rijkswaterstaat? Of hoe is dat gegaan? Nou, uit onszelf hebben we dat bedacht. Waarom dan? Wat was dan de driver daarvoor? Nou ja, de driver was dat we steeds meer verkeershinders gingen veroorzaken. Dus vooral in dit geval de regio West-Nederland-Zuid vanuit Zuid-Holland. Dat is ook mijn opdrachtgever. Ik vertelde steeds van jongens, ik heb een opdracht om die brug te gaan verbouwen met dat hoge sterktebeton. Nou, lopende de rit werd dat steeds langduriger, heb ik proberen uit te leggen. Ja. Dus die verkeershinder die duurde steeds langer. En op een gegeven moment zei de regio ook van ja, wacht even, tot hier en niet verder. Dus dat werd steeds moeilijker. En ondertussen hebben we natuurlijk ook gezegd tegen die regio, ja, we zijn ook niet gek. Hè? We zijn zelf ook gaan nadenken van, kan het op andere manier? Kan het anders? Dus die andere oplossing, die leek steeds beter haalbaar. En uiteindelijk heeft die regio ook gezegd, van, nou, dan moeten we die ook verder gaan onderzoeken. Dus op een gegeven moment hebben wij, geloof ik, een jaar of zo in het verleden echt op twee paden gewet, zeg maar. We hebben dus eigenlijk een dubbel project gehad. Dus aan de ene kant hebben we dus de renovatieoplossing met hoge sterktebeton verder uitgewerkt. Die ligt bij wijze van spreken op de plank. En ondertussen hebben we de de vervangingsvariant verder uitontwikkeld. En dat is best wel moeilijk, hè, om dan op twee sporen te gaan zitten. En uiteindelijk hebben we dus gekozen voor vervangingsvariant. Maar dat is niet zomaar gegaan. Dat heeft best wel veel tijd gekost. Lee en Andrew, if you have anything to add in the meantime, just jump in. So if you have any questions, just jump in. Dat geldt ook voor de kijkers. Als jullie iets willen vragen, het popt op mijn scherm. Anyone. Questions? Dat is allemaal hartstikke duidelijk. It's so clear. It's interesting. Leon Hombergen zegt passie voor techniek bij opdrachtgever en opdrachtnemer. De techniek. Om dat ook weer in de harten van de gewone burger, of mensen die niet technisch zijn, dat hoor ik ook. Ja, nee, het begint bij techniek. Techniek is echt, ja, natuurlijk zullen andere mensen zeggen, ja, maar het gaat ook over contracten en over andere dingen. Maar voor mij begint het bij techniek. Hè. Het gaat over staal en beton, daar gaat het, dat zie je liggen. Ja. En toen we een probleem hadden met dit hoge sterktebeton, heb ik gewoon gezegd, ik wil gewoon met die technische mannen bij elkaar gaan zitten. We hebben een brainstorm gehad. Hebben een ochtend bij elkaar gezeten. Ik heb gewoon gevraagd van jongens, wat is volgens jullie technisch gezien nou de beste oplossing? En toen hebben ze gezegd, nou, dan moet je die brug vervangen.
Ik zei, ja, maar kan dat dan wel? Past dat dan wel? Want die brug moet dan door het beweegbare deel worden gevaren. Moet die breed genoeg zijn? Past dat allemaal wel? Ja, natuurlijk hadden ze er al lang over nagedacht. Hè? Vinden ze ook allemaal interessant om dat zelf te bedenken. Ja, dat kon allemaal. Tenminste, dat leek toen te kunnen. En toen hebben we gezegd, nou, dan gaan we dat gewoon verder uitzoeken. Dus het begint wel bij techniek. Het begint bij techniek. Maar het verhaal van de Maastodon begon mij eigenlijk bij het feit dat de Maastodon een icoon was. Zou het ook niet kunnen beginnen bij het icoon zijn? Dit is de Brienenoordbrug, de Brienenoordbrug. Dus daar moet je ook goed over nadenken. Wanneer kwam dat woord icoon eigenlijk in jouw beeldveld? En begon het echt een rol te spelen? Vanaf het begin natuurlijk al. Ja, het is gewoon heel, en icoon in die zin natuurlijk, het is vooral groot en het is herkenbaar en zo. Dus als je daar aankomt, ja, dan moet je dat wel goed doen. Hè. Het moet allemaal in één keer goed. Gebruik je het feit dat het een icoon is ook in de dagelijkse praktijk? Wij spreken om mijn collega's te overtuigen van dat het echt anders moet en dat het ook anders kan. Ja. Het klinkt misschien ook wel een beetje arrogant dat je zegt van goh, wij hebben een project wat een icoon is. Oftewel, de andere projecten die zijn minder waardig of zo. Het is een dilemma. Dus dat is een dilemma. En ik vind gewoon dat alle projecten die we doen, al die projecten die we op de rol hebben staan, juist de kleine projecten, dat zijn de ingewikkelde projecten. Ja. Dus vooral de kleine projecten waarvan men denkt, dat doen we wel even. Daar zit de devil is in de detail. Hier is genoeg veel aandacht voor. Hè? Dus ik denk ook van dat komt vast wel goed. Want hier is veel aandacht voor. Maar de projecten die waar minder aandacht voor is, die moeten ook goed gaan. En want die leiden ook tot verkeershinder en veiligheidsproblemen, et cetera, et cetera. So we ask Lee and Andrew to reflect on this dilemma between projects. The dilemma between kind of the nice iconic projects, these monumental tunnels in Rotterdam versus just renovating a plain old bridge over the, over some river somewhere. Is that the correct way to say it? Yeah. Or a system you're not going to see, right? I mean, that's happening all the time in these big infrastructure projects is renovation under the surface. But I really like how, some of the images in the presentation really captured the iconic nature of this bridge. And I feel like this is something we've seen in both of the cases, is the way that the iconic nature and the imagery around, iconicism or however we want to put that, can be used to kind of align goals around projects. And I think that's really important. We see it in both cases. I think it also raises above the level of a individual project. So if there's I'm not quite sure how you're set up there administratively, but if there's an agency with responsibility for any number of projects, a couple might be very visible and very charismatic, like the ones that we've heard about today. And if those are successful, then the agency gets a great deal of credibility that it can use to allocate resources to the other projects that aren't quite as charismatic. So companies do this all the time. They have products that make a lot of money, and then that provides revenue for all kinds of things. So I'd be curious to learn more about that inter-project discussion. Mm-hmm. Great. And something else that adds to innovation, or is this just development for you, Lee and Andrew? Is this innovation, or is this development? Yeah, I mean, I think it's clearly innovation, and it's actual innovation. And I think the thing, what I heard in the case that and the discussion that followed is the motivation. Right, realizing that the maintenance is going to take longer and longer, and then you have to, it's like, necessity is the mother of innovation, this old saying, right? So there were very clear guidelines for why another solution would be sought, and I would say, in our kind of moment, buzzword innovation moment, no one's talking about cell phones and, digital technology coming to the rescue. This is a very serious new infrastructure approach. So, this seems like real innovation. Ik wil er wel even, ik twijfel wel of, ik bedoel, het is natuurlijk wel innovatief, alleen ook weer niet. Ik bedoel, wij hebben dit al veel vaker gedaan, alleen in kleinere omvang. Bijvoorbeeld de Moerdijkbrug. Die is ooit vervangen. Er zijn ooit die brugdelen zijn vervangen. Dat is nu de Keizersveerbrug.
geworden. Hè? Dus die bruggen die hebben we al met elkaar verwisseld. En die Keizersveerbruggen die willen misschien straks in de toekomst weer voor een andere brug gaan gebruiken. Dus het is niet zo innovatief om bruggen uit te wisselen. Zo'n beweegbaar deel vervangen, ja, dat doen we ook vaak genoeg. Hè? Een klep in een beweegbare brug. Alleen dit is groot. En dit is groot, maar ook die A16, hè, 12 rijstroken. En je hebt heel veel scheepvaart eronder door. Dus het is het totale plaatje waardoor het ingewikkeld is. Alleen het is niet zo innovatief dat we dat nooit gedaan hebben. Oké, Lee, Andrew, either Lee or Andrew, could you reageren? Reflect, ja. Yeah. Yeah, we're just getting the translation a little bit delayed, but from what I understood, this isn't all brand new, is what you said, that you've done this sort of thing before, you've swapped bridges before, and I think it supports the credibility point that I was trying to make before, that, you're a respected group there, and so in a way that makes it easier for the public engagement, and you can draw on bodies of expertise as well. That make the project more smooth and make the innovative aspects more stand out a little bit more, because they are actually new. A question for Andrew and Lee about maintenance and how can we make that more interesting for future generations? Because Helmer, you envision, you are the future here at the table. How do we make it? How do we make sure that people like this in future? Well, it's a really important question, and it's one we get often all the time. A lot of people say, well, how do you make innovation sexy? They envision new PR advertising campaigns with like a cool animal character or something, and it's like the innovation or the maintenance thing. But I think it's more about, working with younger generations and teaching them early on about these issues, and also being realistic with like engineering students and other people we're educating around these issues. Because a lot of times we get students interested in engineering by having them build robots and do really, talk about Elon Musk or whatever, when like 70-80% of them are going to go into operations and maintenance. So I think we have to have new ways to communicate with young people about these issues and show them that like taking care of the world is taking care of their fellow citizens. Mm. And there's value in that goes above and beyond just like whether something's new for the sake of being new. Thank you. This brings us kind of full circle to the Infratech. Ik ga even terug in het Nederlands. Naar het Infratech thema van moving forward. Moving forward naar de volgende generatie. Roy, heel hartelijk dank voor jouw presentatie en jouw tijd. Wij sluiten dit stuk af. En ik wil eventjes iedereen hier achter de schermen heel hartelijk danken. Ik wil natuurlijk al onze sprekers van vandaag bedanken. Tjeerd, wat gezellig dat je hier naast me zat. Het is een mooie dag. Heel zo, fijn, dank je wel. Ja. Eventjes heel praktisch. De presentaties van Lee en Andrew zijn straks beschikbaar, de sheets. Die kun je opvragen via innovatieloket@rws.nl. En dan kun je gewoon onder vermelding van deze sessie kun je dat opvragen voor jou thuis. En op YouTube of via Jonge Geesten zou je een video hiervan terug kunnen vinden. Wat moet ik nog meer zeggen? Ja, ook heel belangrijk. Vandaag is best wel veel werk geweest om het allemaal in elkaar te zetten. En natuurlijk de mensen van hier in de Ahoy, prachtige setting gemaakt. En Heidi Bouwhuizen en Erik van Bergen-Henegouwen van Rijkswaterstaat en Maurice van Rooyen van de Jonge Geesten zijn hier volle kartrekkers van. Dus voor hen ook hartelijk dank. Vanuit ons veel plezier. Move forward naar je volgende stuk van je middag. En ik hoop dat jullie het leuk vonden vandaag. Tot ziens.